uit onderzoek hè, blijkt dat topvoetballers moeten beschikken over ruimtelijk inzicht, snelle informatiebewerking en een groot lerend vermogen. Kun je dat testen? En als je dat kunt testen, kun je dat dan ook ontwikkelen? Nou, testen, ik denk wel dat je het kan testen, maar uiteindelijk is het wel zeg maar. De meeste spelers, de topspelers, zit dat in de genen. Dat ben ik van over. We kunnen dat bij de jeugd, hè? Dat ruimtelijk inzicht, kun je dat vergroten? Kun je daar oefeningen voor bedenken? Of wil je het gebruik maken van materialen? Nou ja, volgens mij zagen we de smart hesjes en hij noemde ook de smart goals. En nou, die hebben wij mochten wij ook uitproberen. Dat zijn natuurlijk hartstikke leuke dingen om juist ruimtelijk inzicht beter in orde te krijgen. Dat je een lichtje schiet door een doeltje heen en dan gaat ergens anders gaat weer een lichtje opbranden. En dan moet je dus al iets in een andere bal weer omleggen. Ja, waar is dat? Dus je moet automatisch om je heen gaan kijken. Dus dat zijn dat soort oefeningen. Dus waar we het nu over gehad hebben, vooral techniek.